Heb je wat herkenbaars gezien vandaag? Zeker op de borden heb ik wat herkenbaars gezien. Het was hartstikke leuk om dat nu ook zeg maar, ja, in het bedrijf te zien, de borden. Ja, daarnaast is het de herkenbaarheid, is de trots van Bunschoten Spakenburg die getoond wordt en die gevoeld wordt bij zo'n dag. En wethouder van cultuur, is dit natuurlijk een feestelijke dag en je loopt in een zwart pak. Waarom? Ja, nou, het behoort zo te zijn dat je het zulke keren kunt dragen. Het is inderdaad, het houdt ook veel warmte tegen, hebben ze me verteld. Ik heb er nog niet veel van gevoeld. Maar aan de andere kant is het ook wel weer leuk om zeg maar, je wat verder ook te verdiepen in de cultuur. En het is natuurlijk prachtig om ook dat met elkaar, dit zijn van die momenten dat je het met elkaar kunt showen. Je kunt showen, zeg je. Er wordt heel wat geshowt. Nog wat opgevallen speciaals waar je zegt van nou dat is echt een aandachtstrekker. Daar moeten mensen volgend jaar voor komen. Ja, het is sowieso al een aandachtstrekker dat er natuurlijk al die botters nu in de haven liggen. In al hun veelzijdigheid ook. En dat ook zeg maar op de botters beweging is dat er vis gebakken wordt. Dat er toch nog extra de nadruk ligt van hoe het was. En ook als je dit ziet in het hele plaatje, ja goed, dan is het al nagenoeg onmogelijk om niet met een grote glimlach te zeggen van je moet komen. Grietje van Diermen-Koelewijn, bewoonster van een van de huisjes achter de Hoekstraat. Het geldt ook als Hoekstraat, zeg je? Het geldt als Hoekstraat, ja. Dus dat is van vroeger uit. Het zou makkelijker zijn als dit nu Oude Haven genummerd was. Het loopt allemaal aardig door elkaar heen en het is een beetje een weerwarretje. Kan je iets vertellen over het project met de borden wat hier geweest is? Ja, wat hier vroeger geweest is. Ja. Nou, dit was dus een winkeltje vroeger. Dit is de originele winkeldeur nog die erin zit. En ja, ik ben hier in de buurt opgegroeid, dus ik weet daar alles van. Hè. Ik hoorde een hele grote familie. Ja, we hebben een hele grote familie, ja. Daarvan ben ik de oudste, dus. De oudste van 15, er zijn er nog 13 over. Dus. Jullie kunnen nog allemaal helemaal goed met elkaar, het is één grote familie. Ik zag net een hele botten vol. Ja, supergoed kunnen we allemaal met elkaar nog. Wat vind je van het project met de borden? Kijken mensen er nu al veel op? Ja, ik merkte vanmorgen toch wel dat ze stonden te lezen op de borden. Dus ze vinden het wel leuk. We zitten hier bij Eibertje. Een schitterende naam. Vertel eens iets over het huis en over het bord waar we bij staan. Nou, dat is zaterdagsmiddags. En er moest de staart en de stoep geschrobd worden. En er moest er één schrobben. En ik als kleinste moest pompen met een pomp. En dus het past eigenlijk heel mooi ook weer bij wat Museum Spakenburg op het moment heeft met Sean. Ja, absoluut. Ja, dat moest geschrobd. En zelfs de schuine wal moest meegeschrobd van moeder. Ja, want vroeger was de wal hier niet recht, maar liep er een schuin. En was dat steen of was dat gras? Steen. Een stuk steen. Ja. En dat was ook van die grote basaltkeien. Het laatste stuk. Dit bord is, die mevrouw die hier nu woont, die vroeg toen foto's van het oude gevel. En daar komt hij vanaf. Mis je hier nog wel eens wonen? Jawel. En vooral de laatste jaren. Vroeger niet, dan vond je het hier koud en dan liever op dorp aan. Maar mijn man, die komt uit Bunschoten, maar die was hier graag gebleven. We staan bij Annetje Koelewijn-Rijzendaal. een van de bewoonsters van de Havendijk, op een van de mooiste plekjes. Kijkt helemaal de oude haven op. Vertel eens over het plekje. Nou, het is een super plekje. Mijn schoonzoon, dat is een Fries. En die zegt altijd, je woont op het mooiste plekje van Spakenburg. Dus die Friezen hebben er geen gelijk met dat het Friesland altijd mooier is? Nee, maar hij was 3 jaar toen lag hij hier in de haven op een woonboot.
Dus het is een echte Zwakenburger geworden hoor. Want elke week zondags dan moet hij even langs de haven fietsen. En dan staat hij bij mij boven het raam en dan zegt hij, oh ma, wat woon je toch mooi. Hey, nou zijn er allemaal borden gemaakt van jullie huizen. Wat staat er op jouw bord? Ja, daar staat, dat kun je zien hè. Wie hen hier woont. En dat is vroeger, was dat Dirkje. Dirkje de Harde, die woonde daarachter. En vooraan zat Steven Koops, de schilder, met zijn vrouw. En daarna heeft er ook weer een zoon van hun gewoond. Of een dochter was dat, denk ik, dochter. En toen een zoon van mij, Frank en Linda. En daarna hebben wij het weer gekocht van mijn zoon, Klaas van Vest. En Annetje van Frank. Moetje staat er dan, hè. Dat zijn allemaal bijnamen, anders kennen ze ze hier niet, hè. Het is geen scheldnaam, het is een bijnaam. Nee, maar dat is wel belangrijk natuurlijk, dat er wel goed op kwam. Ja. Want ik dacht vroeger, toen ik net mijn verkering had, en dan zei ik, die vrouw die noemt haar man Vest, die scheldt haar man uit, maar hij heette Sylvester. En dan zei ze Vest. Aha. Kijk, zo leer je wat. Ja, zo leer je wat. Hey, hebben er al veel mensen staan lezen en staan kijken? Wel hoor, ze hebben allemaal staan kijken, ja. Ja hoor, ze vinden het heel leuk. En dan zeggen ze allemaal wie erop staan en zo. En dan raden wie of het is en wie of het niet is. Ja, ik draag de Spakenburgse dracht. En omdat ik een stukje voor heb, is dit de zondagse dracht. Feesten, bruiloften, dan liepen de dames er zo bij. Je ziet ook als je om je heen kijkt, allerlei dames met schorten. Hè? Op de Spakenburgse een schulk. Dat is de door de weekse dracht. Zie wat hier georganiseerd is en hoe prachtig en authentiek dit is. Nou ja, ik hoor het van heel veel mensen van dit is echt de dag van Spakenburg.